Yes. Kan je hem ook openmaken? En een kaartje zit erin. Ja, dat is een kaartje. Ik pak hem wel even. Dit is mijn buurt en ik hoop jullie allemaal weer te zien in de Kwekpoel. Dankjewel! Ja.
Je krijgt eerst applaus en dan is de zaal voor jou. Applaus voor Stijn. Hallo beste allemaal. Mijn naam is Stijn Romme en ik ben 11 jaar oud. Ik zit in groep 8, ben meesterjarig. Dat is in 3e school in Lindenzeubel. Ik ben nog steeds blij dat ik voor de Raad van Elf ben ingeloot. Maar ik zou nog veel liever als Prins Carnaval Stijn de eerste willen vieren dit jaar. Dat zou ik zo graag willen, omdat ik carnaval weer gewoon zo leuk vind. En omdat dat altijd al mijn grote wens is geweest. Dank voor het luisteren allemaal en alaaf! Ja. Hallo, ik ben Christophe Pronk. Ik ben 13 jaar en ik kom uit Bokstel. Ik zit op de Maremak. Hierna hoop ik graag aan het VPO Helikon te gaan. Ik hou van grappes. Bijvoorbeeld, er zitten twee kippen op een stok. Zegt de een tegen de ander, zeg, je bent zo rood, heb je koorts? De ander antwoordt, zou vast wel eens kunnen. Ik leg sinds gisteren ook nog maar hardgekookte eieren. Ik hoop dat ik nou vaakje dan kom. Anders maak ik ook wel heel veel plezier met de Raad van Elf. Carnaval is goed, de Kirsten. Voilà. Ja, dat is Kirsten. De teamcaptains gaan niet bouwen. Ja, zeker weten, maar wat gaan ze bouwen? Nou, ik zal het even uitleggen. Het komt nu aan op improvisatievermogen. Je gaat even testen of dit goed gaat. Heb je een verzoek, Gerard, van de jury? Wat ze kunnen doen? Ze kunnen niks. Gerard, moet ik ook iets kunnen? Niks. Nou, nu is... ja, dat is een goede. Ja. En bijvoorbeeld iets van zwemmen of zo. Zwemmen, ja? Ja. En ik had heel goed zwaaien. En tanden poetsen. Nou ja, dit is ongeveer wat het gaat worden. Alleen al in verhaal voor hem gegooid. En daarvoor hebben we Maarten. Van Iris, Job en Kirsten zijn in de kaart voor. Ja. Ja. Nou, nog even een applausje voor deze drie deelnemers. En daarvoor, dank jongens. Nou, zoals ik al zei, Michael is een druk baasje met heel veel hobby's. Zo gaat hij op maandag dansen. Hij zit namelijk op street dance. Hier leert hij om veel bewegingen te combineren tot één dansje. Je snapt wel dat het even duurt voordat je zo'n dansje onder de knie hebt. Vaak doet hij het in een groep. Hij begint makkelijk met een pasje naar links. En dan een pasje naar rechts. Maar na wat oefenen komt er ook een sprong. En nog een sprong. En een armbeweging erbij. Je linkerarm, je rechterarm, armen hoog, armen laag. En zo komt er een mooie dans op een gave top 40 in. Op vrijdag gaat Michael knikkeren. Knikkeren met wat kinderen uit de buurt. Lastig om een knikker zo te rollen dat hij precies in het putje terecht moet komen. Je moet goed richten en de knikker precies een goede snelheid meegeven, anders rolt hij het putje voorbij. Het is leuk als je van andere kinderen knikkers vindt, maar vooral het samenspelen vindt Michael leuk. Je hoort het wel, Michael heeft een erg druk weekschema. Daarom gebruikt hij het weekend om heerlijk lang uit te slapen. Einde. En dankjewel. Dat ging me horen, ik doe het. Ja. Maarten, de zaal is weer. Applaus voor Maarten. Hallo, Los. Ik ben Maarten van de Eilzout en ik ben 11 jaar oud. Ik zit op basisschool BMD in groep 8. Ik vier al heel het jaar dus carnaval. Toen ik 2 jaar oud was, ging ik met de kinderdagverblijf mee als Bob de Bouwer. Ik loop ook al heel het jaar dus met de buurt mee. 3 jaar geleden hadden we de veel aan gedaan prijs gekregen. Samen met mijn vader, moeder, broertje en zusje. Zusje niet. We hadden toen een wagen met een iPod en een iPad. Je weet wel, zo'n kikker met een ei erop. Ik zou het liefst Prins Carnaval willen worden, omdat het mij heel leuk lijkt om bij alle bezoeken, mij lijkt heel leuk om bij alle bezoeken erbij te zijn en nog de belangrijkste gasten mee te zijn. Maar de Raad van Elf lijkt mij ook heel leuk. Dat was het. Ja, goed gedaan, Marco. Yes, voor Noëlle. Applaus voor Noëlle. Hallo lieve tonsvriendjes, allemaal voorzien van frisse bier. Hier is
zijn dan jullie allemaal met mijn speechverhaal. Ik ben Noelle Bergman en ben 11 jaar. Een superfeest is carnaval gevieren. Lekker rossen, lachen en gieren. Prinses Noël? Ja, dat klinkt wel. Heerlijk iedereen fijne carnaval wensen. Geweldig, al die feestende mensen. Als adjudant zie ik mezelf ook wel staan. Samen met gezellige mensen altijd in de gat gaan. In de spotlight is wat ik nu sta, in noten dit jaar. Maar niet uit de spotlight, want mijn gedicht is klaar. Ja, die is het geworden. Maak maar open. Er zit een briefje, het is er heel erg. Yes. Lees maar boven wat erin staat. Welke naam is het? Chun. Applaus voor Chun. Hoi allemaal, ik ben Jay Bryce en zit hier gepakt in Roerlandsingel. En ik heb een broer, een zus en een zusje. Carnaval vier je ook samen en er worden geen verschillen gemaakt. Iedereen heeft het gezellig en lol en klet en danst met elkaar. Het lijkt me leuk om prins van Indegat te zijn en ik wacht vol spanning de uitslag af. Bedankt voor jullie aandacht. De eerste les begint met een spelletje trefbal. Ze vindt al die rondvliegende ballen maar niks. Ze komen van links en van rechts en van onder en van boven. Overal komen die ballen maar vandaan. Eerst moet ze over de smalle ballen lopen, wat ze heel moeilijk vindt. Om te helpen verliest ze haar evenwicht en ze vallen van de bal. Ze heeft haar knie een beetje bezeerd, waardoor ze heel hard moet huilen. Heel hard huilen! Dank je. Nu moeten ze in een touw klimmen. Ze kan maar moeilijk boven komen. Na 3 lessen moet je natuurlijk wel even douchen, hè? Want je gaat natuurlijk zweten en stinken.
Dus ja, dan wordt even gekeken zien. Er gaat eerst het, de trui uit, het t-shirt. Dat doen jullie niet in de praat. Dan gaat ze onder de douche staan en draait de kraan open. Boel, koud water! Nou, gelukkig wordt het weer een beetje warmer. Oh, dit is heel heet water! Het is ook nooit goed. Nou, dan maar afdrogen. En dan snel naar huis. Dat was het maar. Ja. Ben ik klaar voor? Ja. Oké, applaus voor Jen. Hallo allemaal, ik ben Jenna de Laat en ik woon in Bokstel. Mijn lievelings, ik hou heel erg van dieren, vooral van paarden, slangen, haaien en al die andere gevaarlijke dingen. Mijn hobby's zijn paardrijden met mijn eigen pony, Baya. En ik heb eerst ook nog een andere gehad, Aline. Dit was mijn speech. Alaa. Ja, dat is schoon. Doen we er nog eentje, hè? Dan gaan we weer een liedje doen. Kiki, ben je er klaar voor? Ja. Oké, applaus voor Kiki. Hallo allemaal. Ik ben een beetje verkouden, maar dat maakt niet uit. Ik ben Kiki Lavelaaien. Ik ben 12 jaar en zit op de Angela School bij meester Abel. 2 jaar geleden deden twee broers van mij hier ook aan mee. En die stonden dus hier waar ik nou sta. Ze waren ook super zenuwachtig. Toen zat ik samen met mijn moeder in de zaal naar hen te kijken. Met de optocht stonden op de carnavalswagen. En ik dacht, dat wil ik ook. Dus ik heb jaren moeten wachten. Nou ja, 2 jaar. Het mooiste zou zijn als ik dan ook nog prinses mag worden. Of adjudant. Omdat je met je familie en met je vrienden lekker veel lol kan maken. En dan ook nog in de raad zitten, leuker kan het niet worden. Ik kan nu al niet meer wachten. Jullie wel? Bedankt voor het luisteren en ik zet me zeker 100% in. En ik wens de rest nog veel succes.
Dit is Jenny, Ronnie en Teun. En waar ging het ook over? Kamperen ging het over. Dus applaus voor deze drie deelnemers. Een jaar lang heeft Willem zijn best gedaan op school met lezen en met schrijven en vooral heel veel nadenken. Eenmaal aangekomen op de camping wilde hij zijn tent op gaan zetten. Maar hij is wel een beetje dom geweest. Hij heeft namelijk zijn tent helemaal onder in zijn rugzak gestopt. Dus eerst moet alles er weer uit. Zijn t-shirt, zijn sokken, zijn onderbroeken en natuurlijk de tandenborstel. En nog allemaal andere spulletjes en uiteindelijk heeft hij de tent te pakken. Snel begint hij alle stokken in elkaar te klikken. En dan moet de tentdoek er overheen. Oh nee, dan moet eerst de binnentent erin. Dus de tentdoek er weer af, dan gaat de binnentent erin. En ik snap wel, papa, mama, dat is ook uit. Doe het tentdoek in, ja, en dan moet er met een hamer de haring in de grond ingeslagen worden. En er gaan alle haringen de grond in. Eentje links voor, eentje rechts voor. Auw! Dat was zijn vinger. Om even lekker uit te rusten van het harde werken, gaat Willem eerst maar eens lekker in het gras liggen. Hij ligt lekker weg te dromen in het zonnetje. En dan gaat er wat kriebelen op zijn rug. En niet alleen op zijn rug, maar ook onder zijn voeten. En het kriebelt ook wat op zijn buik en op zijn schouders. En eigenlijk kriebelt het overal. Wat is dit? Wat kriebelt? Oh jee, Willem is bovenop een nest met mieren gaan liggen. Hij wordt helemaal gek van het gekriebel. Hij begint te krabbelen en te doen. En hij begint als een idioot over de camping te rennen. Van links naar rechts, allemaal naar boven. En oh gelukkig, daar komt de redding in zicht. Er komt de redding in zicht. En een duik in het zwembad. Een heel baantje onder water. Willem is er wel een beetje moe van geworden. Hij gaat het zwembad weer uit. En loopt snel terug naar zijn tent. Waar hij als een blok in slaap valt. Applaus voor Shannon, Ronnie en Scott en de kamperen. Kisten in de CEO. Nou, begin maar. Vandaag gaat Fris voor het eerst schans springen op een echte schans.
Hij heeft al geoefend op een heel klein schatje, maar vandaag gaat hij voor het echt. Hij is erg zenuwachtig en heeft flinke zweethanden en staat te trillen op zijn benen als hij die hoge schans voor zich ziet. Hij ademt even drie keer heel diep. Drie keer, hè? Was dat drie keer? Goed. En hij loopt als een stoere jongen verder naar boven. Boven aangekomen geniet Frits van het prachtige uitzicht. Hij klikt zijn skilatten aan zijn voeten, praat zichzelf nog wat moed in en gaat dan klaarstaan. Eén stok in zijn rechterhand, één stok in zijn linkerhand en daarna brengt hij beide stokken tussen de armen. Zo heeft hij dat immers geleerd. Hij leunt een beetje naar voren. Hij is vergeten zijn helm goed vast te zetten en zijn skibril voor zijn ogen te doen. Dus dat moet ook even snel gebeuren natuurlijk. En hij gaat daarna weer klaarstaan. Hij leunt wat naar voren, nog een beetje verder naar voren en nog een klein beetje naar voren. Oh, daar gaat hij. Hij blijft zo lang mogelijk en heel klein op de schans. Je moet altijd zo klein mogelijk door je knieën en zo klein mogelijk. Oh, hij gaat steeds sneller, hij gaat steeds sneller. En daarna, het gaat hartstikke goed. Bijna zit Frits aan het einde van de schans. Bijna. Oh, en hij springt terug. En dan moet hij zich helemaal uitrekken, uitstrekken. En hij vliegt, waardoor hij zweeft de hele tijd in de lucht. Maar het is wel wat wiebelig. En dan de landing. De landing, nog 3 meter, nog 1 meter. Oh, het wordt, nog 1 meter. En, ja hoor, we zijn veilig geland. Wat is hij blij van dit avontuur. Oh, enthousiast pakt hij zijn spullen en loopt nogmaals richting die grote schans. Applaus voor Stijn, tot en door. Dat is een goede afspraak. Yes. Oké, dan gaat hij dan meteen. Maarten, Kiki en Eline, uw applaus. Ze kijkt eerst goed naar links, en dan naar rechts, en dan nog even naar links. Er komt niks aan, dus ze steekt snel over. Daarna komt ze op een rotonde. Ze steekt netjes haar hand naar links uit om de rotonde op te rijden. Op de rotonde, terwijl dat ze die bocht maakt, probeert ze voorzichtig de handen aan het stuur te wisselen. Want als ze eraf wil, moet ze haar rechterhand uitsteken. Ze verliest bijna haar evenwicht en kan nog net op tijd haar rechterhand uitsteken om de rotonde weer te verlaten. Moet ik nou stoppen of niet? Ik ben er al bijna, moet ik nou stoppen of niet? Oh, en hij zet de voeten op. Oh, nee, remmen! Ze kon nog net op tijd stoppen. Als ze weer verder rijdt, ziet ze dat de verkeerslichten verderop op groen staan. Ze denkt, even snel doortrappen, dan maak ik snel over. Loes trapt zo hard als ze kan en kijkt naar de verkeerslichten. Het is nog steeds groen, het is nog steeds groen. Het door. Met een flinke vaart steekt Loes de kruising over en ze geniet van het gevoel van de wind in haar hand. In het dorp aangekomen zet ze haar fiets tegen een boom en doet deze op slot. Je weet het immers maar. Dan doet ze snel een boodschap voor haar moeder. In de boekwinkel koopt ze een mooi leesboek voor zichzelf en dan klimt ze weer op haar fiets. En dan gaan we heel snel naar huis. Ze rijdt onder de verkeerslichten door. Dan ook. Oh, ging net op de rood. Nou ja, gelukkig, we zijn door. En dan gaat ze door het zebrapad en over de rotonde. Ze steekt recht over de rotonde. Ze is gewoon verrekt in de bocht te nemen. Wat is het? Oh, ze wil zo graag naar huis om in haar boek te lezen. Voor het huis steekt ze de drukke straat weer over en geeft haar moeder de boodschap. Zo, ze is veilig thuis. Ze gaat op de bank zitten, pakt haar boek erbij en begint te lezen. Oké, wat is Jochem en Noëlle? Goed gedaan. Bedankt, Marco.
creatiefketters en deelnemers en mensen in de zaal en de jury vooral. Want dit waren alle onderdelen. En graag even een applaus voor alle deelnemers hier op het podium. Ja. En nu is dan nu jury. Dat is ook degene die
de boel een beetje regelt en in de gaten houdt. Maar zijn jullie naar de spannend later. Daar zit dan weer uit de 14. Wat? Iris! Jullie hebben het allemaal echt nogmaals al goed gedaan. En om lid te zijn van de Raad van Elf is ook heel, heel leuk. En ik kan het weten, want ik ben het zelf ook altijd geweest. Tot ze mij eruit gehoord hadden. Het was te leuk. Applaus! En de rechter is er al, want in de gat een nieuwe prins en een nieuwe burgervaart. En die wil ik nu graag onze edelachtbare burgemeester Mark Buys even het woord geven. Dankjewel, prins Donald. Nou, we hebben het er wel eens over gehad dat er aan de rots van het een en ander markeert, maar we moeten nu echt aan de gang, want het dak is er hier vanmiddag letterlijk en figuurlijk afgegaan. Ik wil een heel groot applaus eerst voor de mensen die net voor jullie allemaal georganiseerd hebben. En dat is de stichting Jeugd van de Rots. En ook zou ik graag willen dat jullie een enorm applaus geven van al jullie vaders en moeders en opa's en oma's die vanmiddag hier bij jullie zijn wezen kijken. Het is natuurlijk geweldig als je hier zo ziet staan, de nacht, de prins, de prinses, de adjudant en de hele raad. Jullie zien er echt prachtig uit. Jullie hebben prachtige kleding. Ik weet niet wie dat verzorgt. Maar het ziet er heel goed uit. Ik denk dat jullie prima vertegenwoordigers zijn voor Bokstel. Kijk, normaal ben ik de burgemeester, maar met carnaval neemt Donald het over. En als het gaat over de kinderen, gaan jullie dat doen. Dus het is een hele belangrijke functie. Binnenkort gaan jullie van mij de sleutel krijgen. En dan denk ik dat het helemaal goed gaat komen in Bokstel. En ik sta versteld, echt enorm versteld. Er waren geloof ik 55 kinderen die zich aangemeld hebben. 14 of 15 daarvan zijn gekozen vandaag. Nou, die hadden alle 15 volgens mij prins en prinses kunnen worden. Zoveel talent loopt hier in Bokstel rond. Dus ik wil jullie uitermate feliciteren met jullie geweldige prestatie vandaag, allemaal. En ik wil nog een hartelijk applaus voor deze kinderen. En enorm bedankt dat ik het woord mocht doen. Dank u wel. Dank u wel, meneer. Lieve donzetjes, slagelaars, slagelarinnen. Staan ze er niet fantastisch mooi bij? Ja! Het is gebeurd! De jeugdprins en prinses, het vervolg is bekend. Inderdaad, een hartelijk applaus voor. Dat was geweldig.